Dus ik erf deze woning, gratis en voor niks, van een of andere achternonkel. Ja, natuurlijk, meneer Brands, maar er staat wel een voorwaarde in de act. U moet een nacht in dit huis overleven. Oké, nice. Geen te snelle conclusies trekken, meneer Brands. Dit huis is nog steeds bewoond. Ah, zo klassiek, breng een nacht door in het spookhuisscenario. No problemo. Zoals je kunt zien, ik ben een gezonde Vlaamse hetero man. Komt zeker in orde. Meneer Brand. Hallo. Hallo daar. Spoken. Spoken? Ah nee, wij zijn de huurders. Aangenaam, Heidi. Dag Heidi. Nee, mijn naam is Kurt. Heidi, dat is mijn voornaamwoord. Wat? Ja, jij mag kiezen. Kurt die identificeert zich met beide pronouns. Wacht. Dit is toch een spookhuis? Een spookhuis? Nee, dat is een misverstand. Dat is hier een wokehuis. Wokehuis. Wat is dat voor een debiel? Of hij kust debiel. Het is 2022, hè? Zeg. Wat is dat voor een mentaal uitgedaagde? Hé. Hey. Weet jij misschien waar de uitgang is? Hallo? Hallo, meisje? Ik ben geen meisje. Ik ben geen vloeide. Ça va, meisje? Ja. Ik heb het soms wel moeilijk met nieuwe dingen. Ik dacht dat ik van de nacht ging vastzitten in een spookhuis, maar eigenlijk zit ik opgesloten in mijn eigen kop. Allee, ziet ons in u zitten. Jullie zijn zo lief. What the fuck? Ja, we gingen die toch onthoven? Maar niet meer een samurai zwaard, hè, Kurt. Cultural appropriation, hallo. Dat is wel van de Chinezen, hè? Ja, de samurai, dat was een krijgersklasse uit het pre-industriële Japan. Ah, gaan we nog een beetje mansplainen ook, of wat? Sorry, liefje. Schatje, wat is er? Verschrikkelijk. Ik heb gedroomd dat ik een kortzichtige, bange witte man was met verouderde denkbeelden. Maar dat ben je toch? Ah ja, oef. Zullen we samen ontbijten? Graag. Goed, laat me weten als spek gebakken is, hè. Ah ja, en breek mijn gazet.